Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 54 in Bahrein, de tweede aflevering van seizoen 5. Heb jij de vorige aflevering in Australië gemist, zou ik die eerst even terugkijken, voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het i'tje, klik daarop en dan zie jij die aflevering verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Bahrein. Dan zijn we dus aanbeland bij de kwalificatie. En laten we kijken wat het gaat worden. Hopelijk de pole position in Q3. Als het zo niet lukt, dan een P2. Ik denk dat George Russell er gewoon weer bij staat. Maar eerst moeten wij Q1 zien te overleven. Ik denk zeker dat dat gaat lukken. Terwijl Giovinazzi een 1.26.652 laat noteren. Wij komen daar Lando Norris tegen en Lewis Hamilton noteert een 1.24.4.2.1. Wij noteren een 1.23.7. Maar Russell is daar 32.000ste onder doorgedoken. En we hebben een gat van 16 richting Lewis Hamilton. De Vries redt het niet. Giovinazzi, Latifi, Magnussen, Grosjean en Matsushita starten dus achteraan. Zijn we aanbeland bij Q2, het tweede deel van de kwalificatie. We rijden op de softbanden, omdat ik weet dat de AI hier bloedsnel is. Dus we gaan ervoor zorgen dat wij ook bloedsnel worden door niet op die mediumbanden te kwalificeren. Anders zijn wij gewoon de peanut en dat wil je helemaal niet. We zijn wel snel onderweg. Komen we aan bij start-finish. En onze tijd wordt een P2 op 1 seconde van George Russell. Russell is gewoon een seconde los. Oh mijn god, wat rijdt die jongen hard. Het is gewoon niet normaal. En wij moeten nu onze beste beentjes voortzetten. Om misschien te zorgen dat we wat dichter bij George zitten. Of dat wij de pole position halen. Ik hoop toch echt dat laatste. Dat wij de pole halen. Maar je weet, George Russell is in bloedvorm. De vorige wedstrijd was hij al enorm snel. Hij pakte daar toen ook de pole position. Wij missen hem toen op 45.000ste van een seconde. De vraag is, wat is nu het gat en wat is nu ook de volgorde? Pakken wij nu een keer... Dit keer de pole position. Of pakt Russell de pole position. We schieten er dan een klein beetje wijd. Dat is geen probleem. En we komen op P2 op 16e van George Russell. Dat is groot. We komen aan bij het laatste deel van de kwalificatie. George Russell vindt het best zo. Hij blijft binnen. Denkt dat die run van hem goed genoeg is. Om de pole te kunnen pakken. Wij moeten gewoon 16 even zien te winnen. Om misschien nog kans te maken voor de pole position. We winnen al 3 tiende. We winnen al 4 tiende zelfs. Paars in sector 1. Groen in sector 2. 3 tiende onder onze eigen tijd. Ik denk dat we het niet gaan halen. Nee, we komen tekort. Een tiende. We kwamen een tiende tekort op George Russell. Dat betekent dat George Russell de tweede pole position pakt van seizoen 4. Zijn tweede van seizoen 4 ook. Wij starten dus alweer op P2. Max Verstappen moet de kaart trekken bij Mercedes. Want hij start als P3. Gasly verrast naar P4. Sainz naar 5. En Leclerc stelt teleur. Aylet en Albon stellen ook teleur. En Hamilton helemaal. Wij verloren het. Helaas van George Russell alweer. Maar dat is geen probleem. In de race kan er van alles gaan gebeuren. Dus laten we beginnen voor de grote prijs van Bahrein. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 54.
Another enthralling race here in the Kingdom of Bahrain. A Ferrari stronghold in years gone by, but will they be able to add to their record today? Formula One returns to the desert today on this exceptional 3.36 mile circuit. 15 corners provide plenty of overtaking opportunities. It could be a strategic race, this one, with Sakhir notorious for eating up the rear tyres. Watch out for drivers managing their rubber at some point during the Grand Prix. Alongside me to discuss all the action today is Anthony Davidson. Thanks for joining us, Ant. And tell me, you were down in the pit lane earlier. How do you think the track conditions are today? Well, it's looking a bit cold out there, if I'm honest. These tyres have quite a narrow operating window in terms of the temperatures they need to extract the best grip. So with a cold track surface, it's going to be harder to keep those temperatures up, which will lead to lower grip and maybe more mistakes. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. George Russell did very well in qualifying yesterday and will start today's race from pole position. And the professor completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Gasly, Carlos Sainz, and Hamilton, Leclerc, Albon, Ireland, and Sergio Perez. Norris, Ocon, Sebastian Vettel, and Kvyat, Delatraz, Stroll, Nick De Vries, and Antonio Giovinazzi, Latifi, Magnussen, Grosjean, and Nobuharu Matsushita. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's... Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te halen. En we gaan ook kijken of dat gaat lukken vandaag. Ik denk het wel. We starten vanaf P2. Russell op pole position. Strategie is soft, medium, medium. Dat kan misschien een 1-stop strategie worden. Misschien ook gewoon een 2-stopper. We zien het allemaal vanzelf wel. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 54. De lampen zijn aan voor de grote prijs van Bahrein in seizoen 5. En we zijn onderweg. En we komen gewoon weer beter weg dan George Russell. We hebben een betere tractie. Maar Russell rent wat later dan ons. We moeten hem hier laten gaan. We zitten wel aan die buitenkant. En Russell behoudt net die leiding. Maar we kunnen niet terugkomen hier dan. Misschien dan zometeen aan die buitenkant proberen. Maar dat lukt ook niet. We moeten een klein beetje blokkeren, anders hadden we een voorvleugelschade gereden op onze eigen teamgenoot. En dat is niet de bedoeling, maar een leuk gevechtje tot nu toe dan in het beginfase van de wedstrijd. Hebben we dan gewoon, ja, iets moois tot nu toe neergezet. Hoop ik dat het niet eindigt in tranen, want dat zou wel heel jammer zijn. We moeten gewoon weer een 1-2'tje naar huis zien te rijden. De vorige wedstrijd verliep ook heel goed. Heb je die gemist? Eerst even terugkijken voordat je deze aflevering dus gaat zien. Die zitten in ronde nummer 7. Ja, waarom? Er is niet zoveel gebeurd in de wedstrijd. Russell heeft gewoon een voorsprong van 5 seconden voor ons. En we gaan dus naar binnen. Voor onze eerste pitstop van de dag. Dit is misschien ook om een undercut te proberen. Maar ik denk niet dat het zoveel uitmaakt. Want het gat naar Russell is gewoon 9 seconden ongeveer geworden. Dus als Russell nu stopt, dan komt hij gewoon nog steeds voor ons terecht. De pitstop ging ook niet zo goed. 2,2 seconden, omdat de versnellingsbak niet beschikbaar was. Een versnelling was niet beschikbaar. Geen versnellingsbak. Een versnelling was niet beschikbaar. Norris is gewoon nog buiten gebleven op die mediumband. Vettel blijft ook buiten. Fiat blijft buiten. En heel veel jongens achter mij zijn allemaal naar binnen gegaan. Onder andere volgens mij Verstappen, als ik dat goed zeg. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. We gaan dan dus zometeen ronde nummer 9 alweer in. We zitten in ronde nummer 10. En Russell heeft zijn pitstop gemaakt. En wij lopen hier klem achter Ocon. Maar kijk hier mooi via die buitenkant. Klein beetje wielspin. En we duwen Ocon naar de buitenkant toe. Een prachtige inhaalactie op de Fransman. Gewoon via de buitenkant. Dat is goed gedaan. En nu kunnen we doorrijden naar Louis de Letras. Onze oude teamgenoot van seizoen 1. Die hadden wij toen gedumpt. En daarvoor is George Russell in de plaats gekomen. En hij, Russell dus, doet het gewoon veel beter dan Louis de Letras. Ook was die auto toen nog niet zo goed in seizoen 1. En daar zit dan aan die binnenkant van Louis de Letras. Hij komt terug, maar dat is
geen probleem voor ons, want we hebben betere tractie. Russell is naar die softbanden gegaan. Hij moet dus nog een keer naar binnen. En hij zet ook de snelste raceronde neer op dit moment. We gaan ronde nummer 11 alweer in. Het gat naar George Russell is 6,8 seconden. Dat komt vanwege die andere compound. En ook omdat George Russell vele malen sneller is dan mijzelf. In ronde nummer 13 gaan we een nieuwe strategie doen. In ronde nummer 19 naar binnen voor onze laatste pitstop. Maar het kan ook zo zijn dat we de wedstrijd hierop gaan uitrijden. Waarom? De banden houden het tot nu toe gewoon goed vol. En stel we kunnen het hierop uitrijden. En dan is dat wel een gigantische klap aan het adres van George Russell. Dat hij die strategie niet goed heeft gedaan. Maar hij leidt nog steeds de grote prijs. De Letras en Ocon nog steeds naar 3 en 4. Die Renaults lijken snel. Weer rood in sector 1, 2 en 3. 14e langzamer. Maar dat is geen probleem. We moeten gewoon onze eigen wedstrijd rijden. We zitten in ronde nummer 16 van de wedstrijd. En George Russell duikt naar binnen. Voor zijn laatste pitstop van de dag. Gaat naar die medium banden volgens mij. Want dat lijkt me wel de logische keuze. Want hij is gestart op soft. Heeft zijn eerste stint op soft gedaan. En gaat dus nu naar die medium compound. De banden van ons, Russell en ik, zijn dus gelijk. Alleen, Russell's banden zijn vele malen nieuwer. En vele malen sneller. Dus dat wordt nog wat voor de laatste fase van de wedstrijd waar we nu in gaan belanden. Verstappen is ook naar binnen gegaan voor zijn laatste pitstop. Alexander Albon is ook naar binnen gegaan. Carlos Sainz duikt naar binnen. Gasly blijft buiten. Het gat naar de Fransman is 22,5 seconden. Ronde nummer 25 is het alweer. En Russell heeft dat gat dichtgereden na 2 seconden. We krijgen een achterblijver. Dat is Kevin Magnussen. Die moet ons niet in de weg gaan rijden. Want het gat naar George Russell is nu in één keer 1,6 seconden. Russell zit er klaar voor een aanval. Om de leiding weer te heroveren. Maar wij gaan er alles aan doen om die leiding te behouden. En toch nog een 1-2'tje binnen te halen. Maar dan in een andere volgorde. Wat Russell hem lief is. Magnussen laat ons hier gewoon mooi en netjes voorbij. We kruisen wat naar zijn lijn toe. Om aan te geven dat ik er niet mee eens ben. Maar goed, dat is niet anders. Het is daar wel geel in sector 1. Een Mercedes rijdt daar langzaam. Dat is Lewis Hamilton. Want Max Verstappen rijdt nog. Lewis Hamilton, uitvaller in de wedstrijd. De eerste uitvaller van de dag. Pas in ronde nummer 26 valt hij uit. Het is toch nog best wel lang doorgereden. En Mercedes moet het nog maar doen met één auto. Russell mag hier niet aanvallen. Heeft wel DRS. En zit binnen schootsafstand van ons. 18e is het gat. Naar Russell. Dat kan hij gewoon dichtrijden. Naar, ja, wat is het? Een tiende. En dan een aanvalwagen. En dan zijn we denk ik gezien. Want wat ik net al zei, Russell heeft vele nieuwere banden. Wij hebben gewoon moeite met de tractie. Kijk maar hoe hard we moeten gaan pushen. En Russell zit daar dit keer veel beter op. Plaatst daar ook een aanval in één keer uit het niets. Hij toont daar in één keer zijn ballen. En Russell doet dat uitstekend. Ik schrok er zelf van, want ik had het gewoon niet verwacht. En Russell slaat gelijk toe en heeft die leiding weer heroverd met nog 3 ronden te gaan in de wedstrijd. Maar wij willen graag proberen om die leiding weer terug te heroveren van de Brit. Kijken of dat gaat lukken. We zitten binnen DRS-afstand. Die is zometeen voor ons. En je weet, eenmaal in de DRS is deze auto heel erg snel. We moeten ook gaan pushen als een gek, zegt Jeff. Om die leiding weer te heroveren van George. Dat gat is 16e, 15e inmiddels. We hebben hier DRS. Overtakeknop schakelt zich aan. Ritsmix is ingesteld. Daar komen wij met een aanval van heel ver. En Russell moet daar even van zijn gas af. En we hebben de leiding weer heroverd met nog 2 ronden te gaan. Maar ik denk dat George Russell er alles aan gaat doen om die leiding weer te heroveren. Voor het weer een kat-en-muisspel. We krijgen nog blauwe vlaggen. Giovinazzi wordt op een ronde gezet door ons. En Russell kan daarvan profiteren. De Vries wordt ook op een ronde gezet.
Hetzelfde geldt voor Nobuharu Matsushita. Nou, de Vries gaat niet zo snel aan de kant. Ik ben het er niet mee eens. Matsushita is ook gepasseerd. Russell heeft het aan de stok met Nick de Vries. En de Vries kijkt daar voor een aanval voor bij Matsushita. En dat betekent dat die twee in gevecht zijn. En dat Russell nu een achterstand oploopt. Net als in Australië. Want toen was het daar Romain Grosjean die Russell ophield voor de leiding in de wedstrijd. Dat was ook een mooi gevecht tussen mijzelf en George. Dit keer is het weer een achterblijver die Russell de overwinning in de weg staat. En ik denk dat dit hem is. Russell heeft een gat van 1,9 seconden naar ons. 2 seconden inmiddels. Is dat genoeg? We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Dat is blijkbaar genoeg, want Russell valt daar opnieuw aan via die buitenkant. Maar dat is niet genoeg voor de leiding te heroveren. Russell heeft dus nauwelijks last gehad van die blauwe vlag. Nog een paar meters te gaan voor de grote prijs van Bahrein. Voor de tweede aflevering van seizoen 5 van My Team Keremot. En dan zit hij er ook alweer op. Russell zet alles op alles om misschien nog een avond te plaatsen voor de leiding in de wedstrijd. Wij moeten gewoon de druk weerstaan van onze teamgenoot. Dat gat is 2/10. Ik denk dat dit genoeg is. Ik denk dat dit net genoeg is om de overwinning binnen te slepen in Bahrein. Russell maakt een strategische blunder. Aan de andere kant van de garage zijn ze denk ik niet blij. Wij zijn wel blij, want wij pakken George Russell met de strategie. Een uitstekende wedstrijd. En gaan ze opmaken voor de volgende aflevering in China volgens mij. Als ik dat goed zeg. We wrap up yet another incredible Grand Prix weekend. So, Anthony, what made the difference out there today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. De raceuitslag, wij winnen dus de wedstrijd, pakken niet te snel het racerondepunt. Russell komt een 10e tekort en 50 punten in totaal voor ons. 12 punten verschil naar George Russell. Dat belooft nog wat. Max Verstappen naar P3. Ocon en Deletras dubbele punten gepakt voor Renault. Deletras krijgt ook driver of the day. En één uitvaller Lewis Hamilton en vanaf Nick de Vries iedereen op een ronde gezet. Dat belooft nog wat voor de rest van het seizoen. En 46 punten verschil naar Mercedes. Dus dat gat is al groter en groter geworden. Maar goed, deze aflevering zit er alweer op mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb je genoten? Beloon het dan met een like. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Keremot content. Schakel ook een lekker belletje aan. Zodat je geen enkele video meer van me mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Keremot. Ga verder in China.